Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. We hebben te maken met veel bewolking, maar af en toe schijnt ook even de zon. Vooral vanochtend zijn er stevige buien gevallen. Inmiddels is het aantal buien wat afgenomen, maar een enkel exemplaar trekt nogal steeds over het land. Dat is ook vanavond het geval, dan vooral in de kustprovincies. Halverwege de avond is het een graad of 16 en komende nacht koelt het verder af naar zo'n 15 of 14 graden. Vooral in de kustgebieden is dan nog steeds kans op een bui. En tegen de ochtend neemt het het westen het aantal buien opnieuw toe. En dan gaat het morgen overdag verder met die stevige buien. Het kan omweren en hagelen, vooral in de noordelijke helft van het land. In de middag wordt het droger en schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Donderdag hebben we ook nog te maken met een aantal buien. Dan vooral in de middag. In de ochtend is dan vaker zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 17 tot 19 graden. Verige zaterdag is het droog weer met flinke zonnige perioden en een middagtemperatuur die geleidelijk oploopt naar 23 graden. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl